als trainer van DVS 33 je eerste competitiewedstrijd meemaken en dan met een klinkende 1-5 wegkomen uit Goes. Peter, daar moet je toch wel blij van geraken. Ja, nou, goede vraag. Duidelijk antwoord natuurlijk. Hartstikke lekker, zo'n eerste wedstrijd. Gevoelsmatig is het toch altijd wel prettig als je daar wint. Maar het is er maar één. Als je volgende week geen goed resultaat hebt, dan ben je deze al heel snel vergeten. Jij hebt een bepaalde visie op het spel en zo wil ik graag dat mijn team speelt. Gewone gras, steekt dat daar dan een stokje voor? Nou, op zich gras niet. Hè. Ik bedoel, als je op een goed veld speelt. Het was schrikbarend slecht. Ongelooflijk dat ze na 6 maanden niet spelen. Zo'n veld afleveren in de eerste competitiewedstrijd. Ik heb het ook met die trainer over gehad. En in de bestuurskamer. Zij vonden het allemaal ook. Maar ja, afhankelijk van de gemeente. Dat maakt toch wel iets anders. We willen graag aan de bal zijn. En zoals je ziet, om de bal heen veel mensen en kort combinatiespel spelen. Ja, dat maakt het wel wat lastiger inderdaad. Ik ook aangegeven dat je dan misschien iets sneller lange bal moet spelen. Of diepte moet zoeken, met name dat. Heb je lopers voor nodig, maar je hebt ook mensen aan de bal nodig die daarna op zoek zijn. En ik moet zeggen, dat hebben we met name de eerste helft hartstikke goed gedaan. Het afwisselend, het korte combinatiespel en op juiste moment de diepte zoeken. Maar je spelers hadden toch wel even een minuutje of 10 à een kwartier nodig om er helemaal aan te wennen. En Goes, die dacht natuurlijk van we gaan gelijk vol druk zetten en alle energie in die eerste 10 minuten. En misschien wordt het wel 1 of 2-0 en kunnen we DVS verrassen. Maar ze kwamen er toch nog redelijk... De eerste 10 minuten was het inderdaad zoeken. Zij wat meer de bal, wij iets meer terug gedrongen. Dat klopt, dat heb ik ook gezien. En gaandeweg namen we eigenlijk het spel over. Dus ze hebben ons eigenlijk niet pijn kunnen doen. Ja, en het viel me eigenlijk op, want ik heb genoten hoor, van minuut 15 tot aan de rust. Jij waarschijnlijk ook. Maar met name door het hele snelle de bal willen hebben tijdens de opbouw van Goes. Die kreeg nauwelijks gelegenheid om een fatsoenlijke paas te geven. Want boem, het was weer een DVS'er die hem afpakte. Klopt dat? Ja, dat klopt. Op het moment dat zij gingen bouwen, normaal gesproken zakken we iets verder in. We hebben ervoor gekozen, ook mede door het veld, afgelopen donderdag aandacht aan besteed, hoe we dat gingen doen. Stefan de Geijter heeft daar met name aandacht aan besteed, donderdag in de training. Nog een powerpoint laten zien. En ik moet zeggen dat we daar redelijk snel resultaat konden halen. Precies, en dan komt de rust met een hele veilige 0-3. En dan spreek je wat af, denk ik, met de spelers. Ja, dat zag je eigenlijk al na de 3-0. Een aantal dat wouden doen. Kost natuurlijk heel veel energie. En iedereen moet meedoen. Er hoeft er eentje net niet op te letten. En zij kunnen zich eronder uit voetballen. Het vraagt wel afstemming. En na de 3-0 zeiden we eigenlijk op het veld, was het even snel schakelen met een aantal spelers van even zakken in. Laat zij het maar oplossen. Wij maken de ruimtes klein, de as dicht op eigen helft. En daar hebben we ook voor gekozen om de tweede helft dat te doen. Dus wat minder druk naar voren, wat minder zij onder druk zetten in de eerste opbouw. Dat lijkt dan dat je wat minder initiatief hebt. Dat is ook zo, hè, want je hebt niet het initiatief om ze af te jagen. Maar desondanks hadden we volgens mij gewoon de controle over de wedstrijd. We stonden 3-0 voor en uiteindelijk hebben zij niks gecreëerd. Op één momentje na, een bal voorlangers. Kost het niet juist minder energie als je op diezelfde manier gewoon doorgaat? Door zelf het spel te blijven bepalen? Nou ja, als je de bal hebt wel. Hè, maar op het moment voordat je de bal hebt, moet je daar energie in stoppen. En wat ik al zei, als je dan even niet goed staat of eentje doet niet mee, dan kost het heel veel energie. En dan geef je ook ruimtes weg en kun je zelf het moeilijk maken. Uiteindelijk had doelpuntje 4 en 5 misschien iets eerder moeten vallen en dan speel je wel een hele lekkere tweede helft. Ja, daar hoop je wel op. Heeft ook misschien wel te maken met het feit dat je wat minder snel druk zet. Dan kom je misschien ook wat minder daar op de helft van de tegenstander. Omdat je ze niet onder druk zet. Het is gewoon jammer dat we die 3-1 tegen krijgen met een communicatiefoutje. Met Daan en Tariq. Want anders speel je die wedstrijd gewoon heel makkelijk uit, denk ik. Eigenlijk hele logische uitslagen zo, die eerste speelronde in de derde divisie, hè? Ja, ik weet niet of dat logisch is. Het is heel lastig om nu in te schatten waar de kwaliteit zit. Er zijn zoveel mutaties geweest bij heel veel ploegen.
Ja, ga er maar aan staan. Al die trainers die dat allemaal maar bij elkaar moeten brengen. Dat is niet makkelijk. Hè? Dus ja, ik weet niet of het logische uitslagen zijn. Ik ken de ploeg nagenoeg niet met alle mutaties. Dus het zal blijken na een wedstrijd of 10 of dingen logisch zijn geweest deze competitieronde. En je staat in ieder geval bovenaan, Peter? Nou, ik niet. Volgens mij staat DVS bovenaan. En nou ja, lekker. Ja, lekker. En volgende week zaterdag, ja, pikant natuurlijk, hè, tegen je oude ploeg. Ja, zeker. Ik bedoel, toch 4 jaar gezeten en hartstikke fijn gewerkt. Dus ja, ik kan zeggen dat het me niks doet, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat doet je wat. En ja, je kent natuurlijk waarschijnlijk de speelwijze van Excelsior. Of is die duidelijk anders? Toch andere visie van de trainers? Nou, nee. Ik heb vandaag ook weer een interview gelezen met hem. Ik heb ook gewoon contact met hem. Ook duidelijk gekozen om de assistent-trainer door te schuiven. Jurian Wouda. Met name ook omdat de weg die we zijn ingeslagen beviel. Door de TC, de club. Met name ook door de jongens. Dus zij zullen daar niet veel aan wijzigen. Hij zegt, ik ga mijn eigen sausje erover gooien. Dat lijkt me ook duidelijk. Zijn manier van leidinggeven zal anders zijn. Maar ik denk aan de hele speelwijze zal niet zo heel veel veranderd zijn. Excelsior 31 is wel in de breedte wat gegroeid. Ja, ik denk dat ze dat hartstikke goed gedaan hebben. Dus compliment aan het TC van Excelsior. Die hebben zich redelijk versterkt, vind ik. Oké, nou, we wensen je in ieder geval namens DVS TV voor aankomende zaterdag. Want ik kan het natuurlijk wel met je over hebben, uitgebreid over de tactiek of wat dan ook. Maar dat heeft weinig zin, denk ik. Piet, dat heeft weinig zin, jongen. Heel veel succes zaterdag. Ga ons best doen, dankjewel, man. Oké,